Hi Roger. Hey. Hi. Alles goed? Ja, komt beter. Ja, goed. Details zullen we bij mensen besparen. Hè. Een leuke vakantie gehad? Ja, was structureel tekort. Ik zie je ergens tegenaan leunen. Ja. Heb je dat gemist? Ja, een beetje. Ja, ik ook wel een beetje. Ja. Ja. Ja, we hebben... hallo allemaal. Hi. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Luc en Marco's Garage in de Werkplaats Edition. Werkplaats Edition met Roger en mijzelf. Ja. En we staan naast ons vriendje Nekaf en het is een hele lange tijd erg stil geweest, zoals jullie wel gemerkt hebben waarschijnlijk. Dat komt, zullen we het verhaal vertellen? Ja, kunnen we wel doen eigenlijk. Hè? Ik weet niet wat je gaat vertellen, maar ja, doe maar. Vooral bij het begin. Anders knippen we het gewoon weg. Anders knippen we het weg. Dan zien jullie het helemaal niet. Nou, we hadden dus een afspraak gemaakt bij de RDW in Veldhoven om de Nekaf te keuren. Daar naartoe gereden op de trailer. Niet met de Nekaf tussendoor, binnendoor. Maar op de trailer, daar aangekomen. En de meneer van de RDW heeft de auto, of zei in ieder geval dat de auto technisch gekeurd ging worden. Na identiteitsonderzoek. Identiteitsonderzoek ging trouwens wel redelijk, hè? Was ja, het begon wel over, we missen dat het typeplaatje. Ja. Nou, toen zeiden wij van, je kunt elk typeplaatje erop schroeven wat je wil. Dus, ja. Gewezen op het chassisnummer, het lotje wat eraan hangt, maar dat was blijkbaar opeens allemaal niet van toepassing. Nee. Meneer, volgens mij was het meneer zijn eerste dag daar. Hij deed vrij moeilijk in eerste instantie. Ja, in eerste instantie wel. Ja. 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 En in tweede instantie ook. Waren het niet dat de identiteitscontrole van het voertuig zelf op zich geaccepteerd werd? We hebben aangetoond dat de auto uit 56 is, middels het chassisnummer. We hebben een reeks opgestuurd gekregen. Trouwens, bedankt die daaraan meegeholpen heeft. Dus hij accepteerde dat. Ja, nadat wij nog uit het dashboardkastje het oude plaatje. Het typeplaatje nog hebben laten zien, kwam die opeens met foto's aanzetten waar dat plaatje op stond. Want daardoor begon hij daarover te zeuren. Dus blijkbaar heeft hij het toch middels het lotje of het chassisnummer de auto opgezocht, anders had het niet gekund. Ja, opeens was het dus minder een probleem. Maar toen kwam dus een technische keuring. En wij waren in de veronderstelling dat een auto uit 56 APK vrijgesteld is. Dat wil niet zeggen dat de auto niet veilig hoeft te zijn, wat die in onze optiek wel was. Maar hij ging dus de auto compleet binnenstebuiten draaien. Op de brug, met de voorwielen heen en weer wiebelen om de fusiekogelspeling te testen. Let wel, deze auto heeft geen fusiekogels, maar swivel balls, dat even terzijde. Hij had wel een punt toen hij remmetest ging doen, want er zat 60% remverschil op de vooras. Dan is dat vrij lastig voor twee hobbyisten zoals wij om dat in deze werkplaats te doen zonder remmenbank. Maar ja, daar hebben wij een hele liefdadige buurman voor. Die ons op zijn remmenbank heeft laten knutselen. En toen kwamen de meest onnozele dingen eigenlijk. Er zat een zwaar punt in het sturen. Kijk, als je zoals wij zijn bent. Hè, dan, een grommet meeste. Ja, een grommet voor de massakabel of voor de spanningskabel of zoiets. En denk ik van jongens, kom op bij. Ja, anyways. Anyways. We kregen een klein A4'tje mee, met wat punten die verbeterd moesten worden. Ja, puntje of 8, hè? Zoiets, ja. Ish. Ja. Zwaar teleurgesteld zijn wij. Ja, vooral dat, want je bent zo lang bezig. Ja, dat was eigenlijk wel het punt dat wij dachten van oké, we zijn er heel even klaar mee. We zijn naar huis gereden. Plus het verschil, keuring, Dodge, dit was waterlicht waarbij we, Dodge. Ik vond dat vooral apart. Maar anyways... Je bent overgeleverd aan de grillen van een ander. Ja. En RDW is leidend in dit verhaal. Dus als zij zeggen nee, dan is het nee. En toen zijn we teruggegaan naar huis. Hebben een hele hoop dingen aangepakt. Het zwaar sturen bleek een heel kleine aanraking te zijn tussen een... Even kijken, wat was het ook alweer? Een beschermplaatje van de slang... Ja. En het beugeltje waar de slang tegenaan kwam of zoiets. Hè? Ja. Heel hij zag het met puur toeval. Ja, per puur toeval zag ik het. Dat we de remmen aan het afstellen waren. Dus ik heb één keer een dikke schroevendraaier ertussen geduwd en toen was het weg. Dus dat is peanuts. We hebben reflectors achter erop gezet, die inmiddels weer er vanaf zijn.
Heb je ze eraf gehaald? Ja, ik heb ze eraf. Ja, tuurlijk. Nice. Ja. Ja, ik was het vergeten. Ja, ik heb ze meteen eraf gehaald. Toen ik terugkwam, ik weg ermee. Ja, wat hebben we nog? Ja, er zat een remslang die zat niet zo. Ja, de benzineslang. De benzineleiding, die hieronder. Ja, die zat een T-stukje. Hè? Ja, daar zit, voor zover ik weet althans, niet standaard een klem. Nee. Die hebben we daar wel vastgezet. Dus we hebben met een tie-rap vastgezet. Nou, fijn hoor. Wat nog? Ja, dat soort dingen. En toen hebben we een nieuwe afspraak gemaakt. En dat ging toen opeens weer in Elslo. En in Elslo zijn we naartoe gereden, want ja, dat is hier om de hoek min of meer. Zijn we naartoe gereden en hoe lang zijn we binnen geweest? 5 minuten? Ja, ietsje langer. Ja, 10 minuten dan. Ja, maar ja. Het was vrij snel gepiet. Ja. Hij is één keer onder de auto doorgelopen, heeft ons gecomplimenteerd met het werk. Dat vonden we zeer heel eerlijk gezegd, ik had er toen geen boodschap aan vanwege de grote teleurstelling. Ja. Maar die van El van Veldhoven heeft ons ook. Ja, dat klopt wel. Ja, dat heeft hij wel gezegd. We hadden heel goed werk geleverd en we moesten nog even wat puntjes op de i zetten. Goed, daar hadden wij wat minder boodschap aan inderdaad. Maar dat had meer met de teleurstelling te maken dan dat was geen persoonlijke veten. Nee. Maar goed. Dat ik hem tegenkom, joh. We hebben dus het kenteken. Het ligt hier, kijk. Kenteken. Inmiddels hebben we ook nog wat gadgets. Kijk, dat vraag wat we allemaal nog hebben laten zien aan de auto. Maar we weinig. We hebben deze dingen nog geïnstalleerd. Dit is van een MB, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, we hadden toch zoiets van... Iets schijnveiligheid hebben. Ja, dat. Toch? Ja. Nou, we hadden eerst in eerste instantie hadden we het idee om dus hier dit ding, die riem, hier op te maken. Maar gelukkig hebben we dat niet gedaan. We hebben het dus hier aan de binnenkant gemaakt. Gat geboord, dikke bout erin. En dit ziet stukken beter uit. Ja. Hè? Die kant. Ja, nu we toch hier met de camera staan, ik heb een kijkersvraag. Een kijkersvraag? Misschien heeft iemand verstand van NECAS, meer dan ons. Want wij zijn heel benieuwd, want we hebben het antwoord nog nooit kunnen krijgen. We hebben dat ook nog niet op Facebook gegooid of zo, maar we hebben het wel links en rechts gevraagd. Ja. Of iemand weet wat deze beugels zijn. Ja. Kun je het zien? Het lijkt aftermarket. Het is net alsof er het is een haak, links en rechts zit die. Tenminste, links en rechts van de misschien ventilator. Het zou zomaar kunnen dat hier een klep heeft gezeten, tot er geen ruitwissers op hebben gezeten. Mm-hmm. Anders zit dat ding in de weg. Ja. Maar we zijn heel benieuwd of iemand weet waarvoor die haken zijn. Kunnen dienen of gediend hebben. Ja. Ja, dus dat. Weet je dat? Laat het ons even weten hieronder in de comments. Of stuur ons een mailtje naar het welbekende mailadres. Ja. Wat we ook gedaan hebben is het dasje bord is gespoten. Dat was zwart. Inmiddels doen alle meters het nog steeds niet. Anderhalf. De snelheidsmeter doet het. En de oliedruk. De ampère, ja. Oliedruk doet het niet. Temperatuurmeter doet het niet. En de benzinemeter doet het niet. Nee. Ja, we moeten eigenlijk eens een keer gaan onderzoeken. Ja, dat zijn van die winterklusjes. Hè? Daar kun jij je fijn mee bezighouden. Zodra je weer een beetje uit de voeten kunt. Wat we ook hebben gedaan, is een middenconsolekastje gemaakt. Ja, vonden we wel leuk, hè? Ja. Dat zullen de puristen wel niet leuk vinden, maar dat boeit ons niet. Kijk. We hebben een Uzi-steun gemonteerd. Een Uzi-steun, die zit erop. Oh, wacht even, opletten. Uzi-steun zit hier. En dit kistje zit vast. En kunnen we dus gebruiken voor als bekerhouder, snuisterijen, boterhammen, een pilsje. Tenminste, voor jou dan. Mm-hmm. Dat, ja. Flesje wijn. Ja, het zal misschien net niet passen. Misschien net niet breed genoeg. Maar misschien ook wel. En de kleintjes, hè? Zo'n klein halve litertjes. Ja. Nou. Wat hebben we nog gedaan? Binnenspiegeltje. Gemonteerd. Hadden we gekocht op de KTR. Helaas zat er geen steuntje bij. Dus we fabricated stuff. Hebben we zelf gemaakt. Custom bracket. Custom bracket gemaakt. Daar zit hij. Kun je het zien? Ik weet niet of het donker is of niet. Ja, nou, kun je wel zien, toch? Hier, daar zit hij. Dus dat hebben we bij elkaar geknutseld. Kijk wat we nog meer gedaan hebben. Nog meer gedaan? Denk. Nou, de matten hadden we al een keer laten zien, hè? Ja, die moeten nog steeds een upgrade krijgen. Ja.
Nee, dat was het volgens mij. Ja, goed. Ik heb net voor mijn vakantie de papieren binnengekregen. Ik ben toen meteen naar Heuts gevlamd voor de kentekenplaten. Maar goed, die zijn op bestelling, dus dat heeft even geduurd. Ja. Die heb jij tijdens mijn vakantie mogen ophalen. Ja, en toen ging ik op vakantie. En toen ging jij op vakantie. En nu staan we hier en is eigenlijk de grootste klus vandaag. Het monteren van de platen. Ja. Inmiddels hebben we ook sinds de laatste video een evenementje gehad met Den Dotsch. Is dat al zo lang geleden? Ja, dat is al zo lang geleden. In Gemuntman Kemmerot. Zo lang geleden was, is dat. De Dotsch Bastogne laatste? Ja, volgens mij wel. Ja, zo lang geleden is dat dan. Hebben we dus met de Dotsch. Die lag helemaal tot aan de dag toe vol bijna. Ja, die lag veel in. Ja, we moesten heel veel meenemen. Was wel een toprit. Hebben we daar geen film van gemaakt? Nee. Oh, dat is echt wel jammer. Ja. Was echt super gaaf. Ook aan de organisatie van dat evenement, hartelijk dank. Die mannen en vrouwen die dat regelen, is ja, goed geregeld. Huh? Ja, je kunt wel nog op onze replacements pagina. Oh ja, doe eventjes. Daar. Ja. Kun je, wat is dat, Instagram of Facebook of wat laten we hier zien? Ja, een website hebben we. Hebben we ook. Een website. Ja. En daar kun je ook naar Facebook en Insta gaan. En dan kun je zien veteranen, Limburgse Veteranendag. Met foto's. Foto's en een paar filmpjes, ook van onze static show. Kijk. En daar staat dit beest ook op. Ja, The Mean Machine. En dan zijn we inderdaad rijdend heen en terug gegaan. Ja. En, zeker terug was was een leuke rit. Ja. Heen zijn we via de Rijksweg gegaan. Het was, ja, het was een hele hete dag. Ja. Het was echt heel warm. Oh, wat we wel nog hebben gedaan. Hé, hey, waar is die? Onze Roy. Oh, Royke, waar is Royke? Hier. Ja, we hebben onze vriend Kilroy erop gezet. Ja, oh ja, hey, mooi hè? Ja. En een speciale shout-out naar de vorige eigenaar. Hé, hè? Ja, jongen. En dat is uit het hart. Dus. Ja, sorry, ik kon het niet laten. Nou, om het verhaal van de Nick af bij ons. Niks gaat vanzelf en vanzelf gaat ook niks. Ja, we zijn dus weer tegen een ding aangelopen. Past natuurlijk de nummerplaat niet, want nee. Hij is te groot. Ja. Voor de houder die erbij zit. Ja, dit leek ons de originele houder voor de kentekenplaat die er ooit opgezeten heeft. En dat zal ongetwijfeld, maar wellicht waren toen de platen kleiner. Dat was trouwens ook een akkefietje waar meneer RDW erover viel. De lamp zat eigenlijk te ver naar binnen. Maar ja, hij zag het door de vingers. Dus voor jullie ook even, schiet door de vingers. Dus ja, dat viel die over toen. Hè? Ja, ik heb hem opgeraapt. Oké. Dus wat we nu bedacht hebben in onze oneindige wijsheid. Wat hebben we bedacht? De Bouchak. De Bouchak methode. Ja. We halen hier twee stukken af. Ja. Dan dat is het vet. Yes. Kijk, volgens mij is dat ook daarvoor bedoeld. Want ik zie een streepje staan daar. Zie je? No way. Ja, daar staat een streepje. Zal wel niet, maar. Ja, daar staat inderdaad staat een streepje. Lol, hier ook dan. Nou? Precies, crap. Iets minder. Ja, maar ook. Het zou wel een breekplaats zijn. Yeah, right. Dus. Nou ja, ik zou voor dat we flexie doen. Ja, een andere methode hebben we niet, hè? Ja, met zo'n knipschaal. Dat zal maar niet worden. Dus, maar misschien eerst voor beginnen, dan doen we eerst een succesverhaal en dan verkloten we de achterkant. Ja. Ja, maar de voorkant doen, ja. Maar, nog iets. Ik heb nog een vraag. Oh. Dan ga ik, ja, kom even mee. Die ligt hier al maanden namelijk. Ja, dat is idee. Dit ding. Die hebben we eerst vastgezet met van die klinknageltjes. Dat werd ons niet in dank afgenomen door de originaliteitsgoeroe. Mm-hmm. Ik noem zijn naam niet, maar nee, je weet wie ik bedoel. Ik was het niet. Jij niet. Die zei dus dat we die koperen, wat zijn het? Spijkers, klemmetjes, weet ik veel hoe je ze noemt. Dat we die moesten gebruiken. Alleen. Dat gaat dus niet helemaal goed. Ja, die gaten die zijn wat groot. En het probleem trouwens van deze was ook dat ze te ver uitsteken eigenlijk. Ja. Dus wat we zouden kunnen doen is proberen plat te timmeren.
die, want ja, die plaatjes blijven niet vastzitten. Ja, ja. Dus hoe doen jullie dat? Ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie dat gedaan of hebben jullie ze gewoon laten zitten? We weten het niet. We're drawing a blank. Ja, en mocht iemand in het bezit zijn van deze, ja, want ja. We messed up this one. Die verkloot. Ja. We zijn op zoek naar deze. Ja. Dus heb jij er eentje? Heel graag. Heel graag. Of weet je waar er eentje is uit te halen? Want we hebben geen zin om een los set te kopen. Ik hoef niet weer zo'n set. Hij ligt trouwens verkeerd om. Zie, nu ligt hij goed. Ze liggen allemaal op de kop. Dus dat. Wat we ook nog, tenminste, dat was onder jouw vakantie. Hij is 2,5 week op vakantie geweest, man. Ja, langer. Nog langer. 2,5 week is die weg. Nou. Ja, dat was puur vakantie. Er was nog 5 dagen vervoer en rijden en hotelletje en dan nog een halve week kamp. Ook nog? Ja. En helemaal alleen laten zitten. Dus bij elkaar was het 4 weken. Nou. Ondertussen ben ik ook nog verder gegaan met vriend Henny aan de Nostin, hè jong? Ja, dat is, de achteras van de sloper is eruit gekomen. Daar ligt hij. Oh, dat is de sloper. Dat is de sloperas. Oh, die zit er nog. Die zit er vrij netjes uit, maar die zat muurvast. Oké. Okay. Want dat kun je ook zien. Je ziet hier aan deze kant. Wacht even, waar is dat nou? Ja, in ieder geval, het was helemaal verroest. En deze as die zat hartstikke vast. Dus dat hebben we allemaal los moeten halen. En de achteras van deze, die is dus kapot. Die ligt in delen hier. Zie je? Ja, you're not kidding. Ja. En dit was ongeveer een dag werk. Om eruit te halen en uit elkaar te halen. Want de rest van de achteras ligt hier. Je ziet er wel echt minder uit. Qua... Ja. Ja goed, dat is de buitenkant. Hè? Ja. Niet zo'n, Nou, de zeik is, waarschijnlijk is dit de originele. En dat is een gereviseerde as. Die is netjes geverfd. En als, tenminste, dat hopen we. Dan kwamen we nog iets anders vervelends tegen. En dat was toen we de tank eronder haalden. Dan heb je hier, ja, inderdaad, ja, lek. Hij is hartstikke verroest. Want deze kap zat, nee, wacht even, die kap zat eronder. Daar kwam ongeveer 30 kilo zand onderuit. Dus ik denk dat ik hem even laat herkeuren. Dat vind ik wel zo verstandig. En toen gingen de riemen ervan af, want deze heeft hier riemen om hem mee vast te zetten. En toen viel zomaar een gat erin. Zo groot is die. En hier zitten nog gaten. Overal zitten gaten bij dat ding. Gelukkig heeft de sloper een tank die ziet uit alsof die ooit eens vervangen is. En daar zitten ook gaten in. Twee tijden. Hier. En daar. En daar. Ja. Maar, dus. Magic Henny. Magic Henny is, ja. Ja, Magic, zou hij Magic Henny niet zijn. Ja, als die iets ging knutselen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dus ja, de sloper staat hier. Die achteras die lag eigenlijk zo op de grond. Dus dat stelde geen fluit voor. Bij deze was het iets meer werk. Want blijkbaar, ondanks dat die auto er beter uitziet, waren de boten toch redelijk verrot. En hij staat dus nu op twee jackstands. Zie je? Daar. Te wachten totdat de as er weer onderin kan. En hopelijk is die dan kraakvrij. Zo'n, en... zo'n X-frame, hè? Ja, dat is echt een X-frame, ja. Ja. Je ziet ook bij de Austin twee achterassen. Of twee aandrijfassen. Eén as vanuit de bak naar achter. En één vanuit het diff naar voor. Want je schakelt bij deze auto de 4x4 in. Met een pookje op het stuur. Waarmee je eigenlijk gewoon de vooras doet activeren. Dat stond bij veel auto's. Maar goed, ik zeg het even erbij. Huh? Dus, project Austin. Want we zijn klaar zo goed als met de nek af. Dus moeten we iets nieuws hebben om... ons aan te ergeren. Woeps. Oh ja, hey. Wat we ook nog gedaan hebben. Hè? Zijn ook allemaal niet... Nee, natuurlijk niet. Dat hebben we nog niet gedaan. We hebben heel veel niet gefilmd. Kijk, die ster heb je al gezien. Tadaa. Hè? Yep. Er zit nog een hoop zand in van Roermond. Kijk, een ster hier. De letters staan erop, van de unit en al dat gedoe. En, natuurlijk, de grote ster op de motorkap. En letters voor op de bumper. En ons bordje, zelf geknutseld,
Oh ja. Wat we ook niet hebben laten zien. We zijn in Verdun geweest, hè? Hebben we ook niet verteld. Ja. Toch? Ja, we zijn in Verdun geweest. Met wat vriendjes naar Verdun geweest. Want dat is Ground Zero voor de Eerste Wereldoorlog. Dat was een... als je daar naartoe gaat, moet je daar echt naartoe. Hè? Het grootste voormalige geheim. Als je daar naartoe... Ah, oh, zo bedoel je. Ja? Toch? Als je naar Verdun gaat, moet je eigenlijk naar Romagne gaan. Amerikaans kerkhof van de Eerste Wereldoorlog. En dan liggen er 9000? 15.000? Zo. Die ze gevonden hebben. Die liggen daar. En dan heb je een winkeltje in Romagne van Jean-Paul de Vries. Hoe heet het ook alweer? War for Peace, geloof ik. Ja, zoiets ik zou zeggen, hier is de Facebookpagina. Ja, Jean-Paul de Vries, superleuke vent. Hartstikke heel leuk museum. Heel leuk museum, je mag overal aankomen. Je mag... Anders dan anderen. Ja, het staat hartstikke vol met allerlei meuk. Sorry, Jean-Paul, als je dit... het is geen meuk, het zijn echte artefacts. Ja, dat wilde ik net vertellen. Ah, oké. En hij heeft ook, als je met hem praat, dan kun je ook nog wat kopen van hem. Want hij heeft ook een hoekje waar hij dingetjes verkoopt, helmen en... In mooie borden. Nu niet meer. Die heb jij niet. Ja. Wat heb ik ook weer? Een fototoestel heb ik gekocht. Ah. Ja? En ik zag buiten, en die had ik altijd wel willen hebben, en dat past, vind ik, best wel op een... Ja, die hebben we toen bij... Toen zaten we aan de kust in België. Uh-huh. Bij, noem het... Knokke? Ieper. Toen zijn we een dagje met z'n tweeën naar Ieper gereden. Ja. En toen liepen we op een, eigenlijk gewone, nee, we reden er langs op een straat. En toen zagen we... Oh ja, ja. Ja, het was er bij iemand thuis, leek het wel. Ja. Een garage omgebouwd tot semi-antiek winkeltje. Ja. Toen hebben we de auto geparkeerd, terug naar binnen gelopen. Ja, ja. En toen zagen we die staan, hebben we niet gekocht. En ja, dus wel bij Jean-Paul. Ja, dit zijn, die noemen ze barbed wire poles. Oh, hier oppassen. Die hebben een corkscrew aan de onderkant. En dan 1, 2, 3 lussen. Weet je trouwens, even een beetje, ja. Waarom ze die hebben, buiten het obvious? Om in de grond te schroeven? Ja, ja dat is de obvious kant. Ja, dat is obvious, ja. Maar een rechte met een scherpe punt was had natuurlijk ook gekund. Ja. Omdat ze dit vaak in het donker deden. Hm. En als ze moesten gaan slaan... Maakte dat geluid richting... Ah, dat slim. Ja. En kijk. Deze konden ze redelijk geluidloos de grond indraaien. Een weetje van Roger. En dan heb je die drie ogen waar de prikkeldraad doorheen komt. Ja. Klein bolletje prikkeldraad heb ik ergens op de kop getikt. Dat had Jean-Paul ook liggen. Ik vergeet te vragen wat hij daarvoor wilde hebben. Nou, iemand in mijn kennissenkring had dit. Ik zeg, wil je dat kwijt? Ja, mag je meenemen. Oké, dan staat het hier nu op de Dodge. Leuk verhaal van die palen. Je ziet eentje is bruin geroest. En die andere twee ze hebben wat witte aanslag. Wat wil het verhaal nu? Een kennis van Jean-Paul ging zijn huis verbouwen in Frankrijk. En ging een vloer opengraven. En vond deze twee palen in de fundering van de vloer. Die waren dus gebruikt na de oorlog. Eerste Wereldoorlog. Als fundering voor dat huis. En ging hij dus nu kwamen naar boven. En heeft Jean-Paul in zijn museum verkocht aan mij. Dus, Jean-Paul, bedankt daarvoor. Het staat, vinden wij, leuk op deze auto. Hè? Ja. Voegt wel wat toe. Ja, net zoals het springtouw. Is ook leuk. Springen met de hele club. Ja. De Dodge heeft ook nog wel wat werk. Hè? Hier en daar wat olielekkages die verholpen moeten worden. Ik heb trouwens een setje. Metertje monteren. Maar dat metertje moet ook nog steeds, wat ontploft is. Ja, inmiddels vervangen en alles, hè? Maar ja. Ik heb trouwens ook gemerkt, ben erachter gekomen wat het probleem was. Heb je dat verteld? Nee, weet ik al niet meer. Weet je niet meer? Zal ik het je vertellen? Ja, vertel. Ja, ik had de plus en de min van de accu verwisseld. Want in mijn oneindige wijsheid dacht ik dat we een massa-schakelaar hadden in de Dodge. Maar dat is geen massa. Ik zal niet laten zien waar die zit. Ja, het is ook een beetje beveiliging. Zo hebben we hem wel de hele tijd genoemd. Ja, wij noemden het de massa-schakelaar. Maar het bleek dus een plus te zijn. En aangezien het best wel link is om de plus af te schakelen, omdat die schakelaar ook aan het kortsluiting zou kunnen maken, heb ik dat nu maar aangepast. Dus de massa-schakelaar is nu echt massa. Oké. Okay. Dat is nu dus aangepast. Dit kan dus nu niet meer fout gaan.
hoop ik. Maar waar heb je dan aangepast dan? Ik heb alle kabels omgelegd. Ik heb de min nu aangesloten op de schakelaar en vanuit de schakelaar naar de min toe op de accu. Oké. Dus het kan... Ja, stroom is niet zo mijn ding. Ja. Mij normaal zoals wel. Zoals zoveel dingen niet mijn ding zijn, maar... adjust the time. Oké. Goed. Ja, dus dat. Let's get cracking. Genoeg al gehuurd. We gaan de nummerplaat monteren. Huh? Ja, oké. Anders zitten we op de slang. Nou, ik vind het wel een doeltreffende... Van een skigens op met die gaten, hoe het komt. Prachtig mooi. Het heeft €600 meer gekost. In 3 jaar tijd. Ja, 3 zaten ben je. Keer 2. 2 mannen. Huh? En 18.000. 18 en een euro meer. En een beetje. Ja. Heb je het meegekregen, ja? Even kijken. Zal je die hier neerzetten? Ja, hij komt dus hierop. En dan ga je dus natuurlijk zien dat... Oh, dat komt best uit. Ja, gewoon prima pas. Ja. Ja, nou pak maar eens een boogtje. 8? 6? 8? Dat is wel heel groot, hè, jong! Zo. Nou, job 1 is almost done. We hebben nog. Ja. Wat het handje. Ik zie nog iets wat de meneer Aarde weer vergeten heeft. Het loodje ervan af te halen. Moet die eraf dan? Ja, weet ik veel, maar wij halen hem er gewoon af. Toch? Ja, dat volgens hem geen toegevoegde waarde. Nee. En het leuke was, toen we met de Dodge bij de RDW zijn geweest, toen hebben we meneer, de keurmeester, gevraagd of het handig was dat dat erop zat. Dat was altijd goed, zei hij. En dan kom je een veld over en dan is het van, jij hebt weinig toegevoegde waarde. Dus, you tell me, ik snap het niet meer. Nou, hey. The elephant in the room. Is this one? Ja. Hoe? Als je misselijk woord moet zeggen, hè? Ja, ik denk dat we gewoon de stukjes ervan af moeten knippen. In het ergste geval moeten we een nieuwe noordplaat halen, hè? Toch? Ja, maar dat lukt toch anders toch wel? Ja, hier zit toch niks? Nee, hier zit niks. Streepje trekken. Ja, oké. Okay. Hack job. What you doing? I'm mending stuff. Oh no! Natuurlijk. Oh, maar ik hoor muziek. Oh shit, ja, dan moeten we eventjes kopje geluiden. Oh, oh, niet maar uit hoor. Zet er te veel spanning op. Mm-hmm. So making it yourself a little bit more easy. Yep. Ah, that's least I'm trying to. Oeh, het zullen we wel moeten opletten hoe. De cable. Nou, dat niet alleen. Pak ik eens even. Oh, dat geeft jou niet. Poep! Wat? Aantekenen. Nou. Wat is het? Ja, ik kan wel die noordplaat nu erop gaan tekenen. Zo. En ik denk van, hé, hey, zet hem maar erop. Hey. Zet hem maar erop. Hey. Maar wie hoog moet er dan? Want ik heb hier een bumperet, hè. Nou, dan zul je wel afvragen, waarom doen we daar nog ringetjes tussen? Dat komt, want we hebben opgelegde letters, luxe nummerplaten. Kosten nog moeite. Ja, ja, dat is eigenlijk wel de trending story van dit project. Kosten nog moeite. En die steken van de achterkant, steken van die witte pinnetjes uit.
En als je daar nou gewoon de bootjes indraait, dan heb je kans dat je die noordwaard deukt. Dus dat willen we niet. Tenminste, niet nu. Misschien een keer in de field, maar nu niet. Dus vandaar dat we die ringetjes ertussen doen en dan heb je dat probleem niet. What you doing? Hij hult de beugel weer los, want dan moeten twee moekjes aan de achterkant van de nummerplaat. That's what I'm doing. And I'm doing a hell of a job, I think. Right? Mm-hmm. Oh, it's a little bit shave. En de bootjes zijn een beetje kort. Huh? Oké. Okay. Bushhack. Maar, oh. Hier zitten misschien geen wette... Oh, inderdaad, ja. Hier zit alleen maar een... Dus... De bootjes zijn niet te kort. De bootjes zijn niet te kort. De ringetjes zijn te dik. Dat zeg ik ook altijd. Krakkedoedeldoe. Originele nek afboten. Ja. Hey. Yep. Hey, motorwater? Ja, maar volgens mij zijn dat metrische boten. Hij zit erop hoor. Kijk. Mooi hè. Road legal. Are you thinking what I'm thinking? No. No, I'm not. Oh. I can't set. Oh, wat jammer, dan moet ik maar rijden. Ja, ja. Amen. Ja, doe je de gordel om? Ja. Ja. Nou. We zijn legaal, hè? Kenteken, hij is verzekerd. Road legal. Oké. Okay. Mind the Volvo. Minding the Volvo. Wegenwacht rijdt voor ons uit. What you doing? Good. Noobing lichten. Knipperlicht. Oftewel, hij zet de motor uit. Even een proefritje. Nice. Huh? Toch? Ja. Zet je het, de lampjes uit? Is nog aan, hè? Ja.
Oké. Nou. Road legal. Road legal. En rijden. Hij stoekt wel een beetje, hè? Ja, had hij de vorige keer niet. Nee, dan word je gek, hè? Ja, het is en blijft een oud barrel. Dus het is altijd wel wat, hè? En het hangt een beetje naar links. Had je gemerkt? Ja, maar het straks niet, hè? Ja, de eerste paar meters stok hij naar links als je remde. En dan rand weer niet. Ik laat het afkoelen. Performance power. Nou, er viel me net nog iets in wat ik moest vertellen. Ik heb een vragenlijst ingevuld. Een vraag gesteld op ons YouTube kanaal. Hebben jullie misschien gezien? Moet je even naar community gaan. In het kanaal. Ergens op community klikken. En er staat een vraag gesteld. Wat willen jullie graag zien in ons kanaal? We kunnen meer video's maken over de NECAF. Nou, hebben we net gedaan. Meer video's maken over de Dodge. Kunnen we ook doen. Een video maken over andere auto's die we hebben. Of een video maken van jouw auto. Als jij een leuke auto hebt. En je wilt die laten reviewen door ons. Ja, maak maar een leuke video over. Liefst een Franse, Italiaanse, Engelse auto. Japanse auto mag ook wel. En Toyota Crown bijvoorbeeld. Ik zeg verder niks, maar Toyota Crown vind ik wel een hele goeie. Een witte stationcar. Hij die hem heeft, zal zich wel melden. Of iets technisch. Tot nog toe ging de voorkeur uit naar de NECAF. We hebben een reenactment. We hebben nog reenactment plannen. Hè? Aankomend weekend is Trois Ponts. Tenminste, dat is dan niet. Ik ruik benzine gek. Volgens mij zit ik op een tankje direct. Hebben we Trois Ponts aankomend weekend? Ik ga even uitstappen. Even kijken of dat ding lijkt. Oh ja, zeik de benzine uit, ga ik hier. Ja. Ja. Oh. Dat pak ik dus. Hoe dan? Ja, die tank is overvol. En die klotst natuurlijk eroverheen. Dan moeten we een nieuwe afdichtrubber. Maar even hier verder, want dat stinkt behoorlijk te binnen. Dat moeten we wel fixen, ja, want dat is een rijdende tijdbom. We hebben Trois Ponts. En dan hebben we de week daarna, Teuven. Toch, is dat de week daarna? Daar ben ik nog niet. Ben je ook niet bij? Ja. Jongen, moet ik overal alleen naartoe? Ja. Dat is misschien ook de reden, trok daar misschien lucht? Nee, dat kan niet. Nee. Nou. Hij staat weer binnen. En toen ging de accu net leeg trouwens. wat zei ik nog net. Komende week is Trois Ponts. Hè? Dat is geen openbaar evenement, maar gewoon van de club. Jij bent er niet bij, jammer. Nee. Helaas. En volgende week is Teuven. Dat is in de Voerstreek ergens. Daar wordt een monument opgericht voor een neergestort vliegtuig. Oké, ik ben er ook niet bij. Dat is wel een openbaar evenement, dus wil je daarnaar komen kijken, dan kan. Dat is gewoon openbaar. Daar staan we zaterdag en zondag. En dan hebben we een week niks. En 3 september, rij jij mee met een oldtimer toertocht. Ja, je rijdt niet mee. Ja, ik ben vrijwilliger daar. Je doet CQ-verzorging / vooruitrijden, rustplaats. Ja. Yada. En de bedoeling was om dat met met hem te doen. Ik vind het goed. Hè? Vinden jullie dat ook? En de week daarna zitten we met de replacements op Eveneenmaal. Ja, en dat is ook een openbaar evenement. Ja. Daar komen alle leden komen daar naartoe. Inclusief wij twee. En de Dodge. Ja. Zonder NECAF, want die past dan niet. Nee. Openbaar evenement. Komen 300 reenactors? Ja, in ieder geval veel. Ik weet niet hoeveel. Van die mannen met die lange zwarte jassen, hè, volgens mij. Mm-hmm. Die winnen op zaterdag. Het mooie daar is dat de vlag die daar gehezen wordt, de vlag is, tenminste ik ga ervan uit dat ze het gaan doen. Dat is de originele vlag die de Duitsers daar hebben gehezen toen ze het fort hebben veroverd. Dat is ergens in mei 40 geweest, hè? Durf ik niet te zeggen. Dacht het. Ik weet dat een Amerikaanse officier die vlag
mee naar huis heeft genomen. Uh-huh. En tot na overlijden, de zoon daarvan, heeft die vlag teruggebracht. Oké, okay. Dat is dus een rode vlag met een zwart Duitse dingetje. Vlag, ja. Laten we het aanpakken. Laten we het aanpakken. Maar ik weet niet of ze dan hij is, want ja, niet iedereen is daar, ja, je weet hoe het gaat. Ja. Ondanks dat het uitbeelding is van historie en gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Ja. Ja. Laten we nog even benadrukken dat wij niet nee. voorstander zijn van nazi's of wat voor een oorlog, wat dan ook. Maar wij doen gewoon aan levende historie uitbeelden. Huh? Ja. Roger iets meer op het medische vlak en ik iets meer op het autovlak, vervoermiddelvlak, dus dat. Dus EBE-mail, schrijf dat op. Wanneer was het nog weer? 7, 8, 9. Dat weekend in ieder geval. Dat weekend, zaterdag en zondag. Als je doet googelen, dan vind je het vast en zeker. We gaan de vrijdag al op. Ja, gigantisch evenement. Wij slapen in tenten, toch? Ja. Bovenop? Nee, dat zal beneden zijn. Beneden. Ja, dat verwacht ik al beneden. Boven hebben geen tenten gestaan. Hè. Nee, dat klopt. Er stonden heel twee. Er lag doelen. Zogenaamd een mijnenveld. Ja, totdat ze er geen voetballen. Tot mijn thought. Ja. Nou, bedankt weer voor het kijken. Nu we toch hier zo staan. Ja. We hebben nog één ding te doen bij de NECAF. Ja. En dat is aan deze kant. Oh ja. En aan deze kant. Ik weet dat het niet des NECAFs is, maar zo ben je. Hier wil ik eigenlijk, of willen we, en de stickers heb ik al. Wat staat er? Max. Left, right hand drive, left hand drive. Caution, left hand drive. Ja, max 45 max miles per hour of zoiets. Ja, wil ik daar nog op doen? De stickers heb ik. Ik ben alleen nog op zoek naar de juiste witte verf om het hiermee te doen. Mm-hmm. Waar we dit mee hebben gemaakt, ga ik daar niet op doen, want dat is geen textielverf. Maar ik vind het gewoon niet. Heeft iemand de juiste... Ja. Zet het onder in de comments alsjeblieft. Weet je die te vinden? Help ons, link het even. Ja. Dit is dus gewoon canvas, hè? Dit is geen zeil. Dus het moet wel op canvas kunnen houden. Ja, het moet eigenlijk een beetje erin trekken. En, dat is eigenlijk hetgeen wat het doet, hè, met textielverf. Ja, ja. Oké. Okay. Ah, ja, dat. Dus dat is de vraag. Ja. Nou. Leuk. Ja, bedankt dat jullie ons zo lang gevolgd hebben. Fijn dat... vergeet niet even terug te kijken in de community. Dat je dan eventjes selecteert wat je graag wil zien. Hoe meer stemmen, hoe meer wij weten wat er speelt. Tot nu toe. Alleen als er vragen zijn over meer NECAF-beelden, moeten we even gaan kijken wat we doen. Want, dan staan we open voor een donatie van een NECAF. Ja. Nou, dan beginnen we weer opnieuw. Ja. Nee. Niet meer zo heftig. Nee. We kunnen misschien wel een klusje aannemen voor iemand. Als iemand zegt van, willen jullie mij een chassis spuiten bijvoorbeeld? Dat willen wij best doen. Tegen een kleine vergoeding, dat ons projectje een beetje terug. En dan maken we daar een video van. En degene die hem komt brengen, die mag dan wel of niet in beeld, wat je wil. Als je dat niet wilt, even goede vrienden, dan laten we het alleen maar zien. En dan laten we jou niet zien. Maar drop us a line, zou ik zeggen. Spuit heb ik geen moeite mee. Nee, inderdaad. Zie hier het resultaat. Dus, nogmaals, dank voor het kijken. Trouwe fans. En tot de volgende keer. Doei. Bye bye.